We zijn het wat beu om altijd opnieuw datzelfde verhaal van Rick Torfs te horen. Rick Torfs valt andermaal Limburg aan. De kweekvijver voor vijf universiteiten in Vlaanderen is te klein, zegt Torfs. Flauw vindt rector Luk de schepper van de U-Hasselt. Dat is natuurlijk onzin. Er zijn nu al vijf faculteiten rechten, er zijn vijf faculteiten bedrijfseconomische wetenschappen, vijf faculteiten geneeskunde hè, en vijf faculteiten wetenschappen. Die draaien allemaal goed en er zijn voldoende intellectuelen voor handen. Torfs moet zich aan de objectieve feiten houden, vindt de schepper. Waarom zou een universiteit in Limburg met bijna 1 miljoen inwoners niet kunnen? Hij geeft nu ook toe dat er in Amerika 300 uh, universiteiten zijn voor uh, 300 miljoen inwoners. Dat is één per miljoen. Maar dat is niet alleen in de Verenigde Staten zo. Hè. Dat is in alle OESO-landen eigenlijk zo waar wij ons moeten mee meten. Na rechten en handelswetenschappen heeft de schepper een verlanglijstje met nieuwe richtingen klaar. Toegepaste taalkunde bijvoorbeeld. Ligt voor hand psychologie. Uh, is een opleiding die voor, voor de hand ligt. Er zijn nog altijd de masters in de wetenschappen ja, en masters in geneeskunde die we nog niet hebben op dit ogenblik. Wat een belangrijke handicap is voor onze universiteit. Dat zijn zaken waar wij zeker nog uh, willen uitbreiden. De KU Leuven en de U Hasselt werken nu al samen voor de opleidingen ingenieurs en rechten. Die samenwerking stopzetten is niet aan de orde. Maar de schepper wil wel dat Leuven kleur bekent. Is het de taal van Rectorfs of is het de taal van de KU Leuven? Wel, ik heb het voorlopig alleen uit de mond van rectorfs gehoord. Dus uh, wij vragen ons wel een beetje af, inderdaad. De Raad van Bestuur van Leuven, die de structurele samenwerking met uw Hasselt ook heeft goedgekeurd, hoe men daar daarover denkt. En als de verborgen agenda is om Limburg ook haar universitair onderwijs af te pakken, dan is de rector duidelijk. Ik ben ervan overtuigd dat het Limburggevoel voldoende sterk is om ons daar dan met z'n allen krachtig tegen te verzetten. Handen af van het Limburgse hoger en universitair onderwijs? Absoluut.